de temperaturen zijn heel hoog. Wat betekent dat voor de dieren? Nou ja, dat betekent voor de dieren dat ze het warm krijgen. Sommige dieren vinden dat heel lekker. He, dieren uit Afrika vinden dat bijvoorbeeld, of uit tropische gebieden, die vinden dat heel erg lekker. En die kunnen er heel goed mee omgaan. Andere dieren die vinden dat wat ingewikkelder. En die gaan manieren zoeken om af te koelen. De sneeuwuil die net hier zat, we hebben 4 jonge sneeuwuilen. Daarom die kruisen voor de ramen, want ze leren net vliegen. We willen niet dat ze tegen de ramen vliegen, maar dat ze snappen dat er glas is. Maar goed, los daarvan. De sneeuwuilen die vinden het best warm, want die komen uit koele gebieden. En als ze het te warm krijgen, dan gaan ze in de schaduw zitten. En als ze het dan nog steeds warm hebben, dan gaan ze met de bek open zitten hijgen. En op die manier gaat er sneller warme lucht in en uit en koelen ze af. Olifanten die kunnen bij ons altijd lekker zwemmen. Het water is altijd redelijk koel bij ons. Dus als ze het echt warm krijgen, dan kunnen ze zwemmen. Nu hebben wij als mensen bedacht, qua behuizing bijvoorbeeld, dat we alle ramen tegen elkaar open gaan zetten als ventilatie. Ja. Zijn er ook nog dieren die dat doen? Absoluut, ja. Als je bij de prairiehondjes kijkt, dan zie je in het prairiehondengebied dat daar allemaal kleine torentjes zijn. Een soort schoorsteentjes. Daar begint een gang. En die schoorsteentjes zijn ook echt schoorsteentjes. De lager liggende gangen, daar komt de lucht naar binnen en die gaat via een soort ventilatiesysteem in de hogere schoorsteentjes weer naar buiten. Dus die zorgen er actief voor dat er een soort ventilatie in hun holen is. Ja, en dat helpt ze bij warm weer. Ja, dus eigenlijk zeg je van, de dieren, maak je er maar geen zorgen om, want die redden zich prima. Ja, eigenlijk wel. Ja, onze verblijven zijn zo dat ze alle kansen hebben om af te koelen. Het is heel koud. 6 seconden. We zijn de nieuwe biologieles aan het testen. Die gaat Arctic Science heten. En we hebben daar allerlei leuke proefjes en opdrachten bij bedacht. En ik heb mijn collega's gevraagd om dat gewoon eens even te ervaren. En dan kunnen we kijken of we nog dingen moeten aanpassen of dat bepaalde dingen niet werken. We zitten nog een beetje inderdaad te zoeken van of dingen nog te lang duren. Of ze wel genoeg tijd hebben. En op die manier, we gaan ook kijken bij de experimenten of we nog of die materialen werken. Of dat we daar andere dingen voor moeten nog kopen of dat soort zaken. Ja, maar dit gaat de leukste biologieles van Nederland worden. Ja. Klaslokaal ziet er af uit. Wat moet er nog gebeuren voordat scholen ook echt kunnen komen? Nou, het lokaal zelf wordt nog een beetje aangekleed met wat andere diermaterialen. Echte schedels en een beetje meer Nortica-sferen. En verder moeten er nog medewerkers worden getraind, vrijwilligers worden getraind die de biologieles gaan geven en begeleiden. En dan gaan we het ook nog met echt de doelgroep van basisonderwijs gaan we nog een paar keer testen. Ik ben Gerard Ram en ik ben vandaag als duikproefleider aan het werk. Andere keren doe ik gewoon dierverzorgerswerk, namelijk in Serenga. En we hebben vandaag hier een klusje bij de pinguïns en de ijsberen en de zeewilgen. En nu zijn ze dus hard druk bezig om de ramen schoon te maken. Dat doen we met 2 duikers. Hier is Arjan, die is hier nu bezig. En Gerrit, die zit aan de andere kant, komt trouwens ook deze kant op. Waarom zijn ze met z'n tweeën? Dat doen wij veiligheidsoverwegingen, hè? Want als er één wat krijgt, dan is er altijd een ander in de buurt die dan kan ingrijpen. Want ik kan natuurlijk vanaf hier niet zo heel veel doen als er echt wat gebeurt. Hè? Ik kan wel natuurlijk bellen en dat soort dingen, maar ik kan natuurlijk niet, fysiek niet zo heel veel doen. Dus daarvoor helpen ze elkaar dan. Nou, normaal doen ze het vaak met een magneet. Alleen op een bepaald moment lukt dat niet meer. Dan is er zoveel rommel op het raam. En dan zijn wij als duikers aan de beurt. En hoe vaak gebeurt dit? Nou, ik heb per maand zijn we wel eigenlijk altijd wel bezig. Behalve in de winter dan. In de zomermaanden doen we ongeveer 1 keer per maand.